We gaan hierachter een deel nieuw bouwen en een deel renoveren. Hierachter zie je de oude ABN AMRO locatie. Dat gaan we slopen. Dan gaan we een nieuwe winkellaag maken en daarboven 7 appartementen. Verderop zie je een VVE-complex en daar gaan we de bestaande winkels opknappen, renoveren. En gaan we uitbreiden en de appartementen daarboven gaan we opknappen. Nou, wij staan nu hier. Dit is het nieuwbouwcomplex. Begaande grond winkels, daarboven 7 appartementen. En dit is het VVE-complex met 24 appartementen en op de begaande grond winkels. Dat gaan we helemaal strippen en opnieuw aankleden. Die panden die ik je net aanwees, dat wordt allemaal gesloopt. Dus eigenlijk dat nieuwbouwdeel dat komt tot hier en gaat helemaal die kant op. En dat stuk dat wordt helemaal opgeknapt en uitgebreid op de begaande grond. In samenwerking met de VVE, de Vereniging van Eigenaren, gaan we de achterkanten ook opknappen. Eigenlijk vanaf de eerste galerij. Dus de 2 woonlagen. Dat wordt allemaal geschilderd en ook gesausd. En dan zie je hier 2 voorbeelden. We hebben even getest van ja, welke kleur spreekt nou eigenlijk aan op de eerste verdieping. En de keuze is gevallen op de linker. Die andere kleur is wat neutraler, wat rustiger. Wij waren hier al mee bezig voordat daar plannen waren om een supermarkt te maken. En het is gewoon een mooie plek. Alleen al omdat daar zoveel parkeercapaciteit is. Dat is voor een supermarkt een van de belangrijkste dingen. We gaan daar in april volgend jaar mee beginnen. En dan het VVE-complex, dat willen we eigenlijk eind volgend jaar gereed hebben. In combinatie met de openbare ruimte. En dan gaan we daarna het nieuwbouwdeel oppakken. En dan verwacht ik dat dat in augustus, september 2018 gereed is.